Aflevering stopten we ook met Ori en op zijn plek waar hij wil zijn. En daar zag hij een boom en die gaat hij nu beklimmen. Montage daarvan. Hier en daar, her en wel. En welkom bij Worst West Mokkie, aflevering 4 alweer. Dit is mijn microfoon, ik praat er tegenwoordig heel dichtbij. En hier Ori. Ik film wel al. Dus ga je gang. Ga je gang. Dat was niet erg. Ik was namelijk al helemaal voorbereid op jullie. Dat hadden jullie niet gedacht, hè? Daar achter de buis. Sukkels, hè? Maakt niet uit hoor. Daarentegen hou ik wel van jullie. Dan moet ik wel zeggen, we hebben het natuurlijk al zoals in Roest Rust niet. Tamco aparte film! En in deze. Is dit nog steeds Roest Rust niet? Of is nee, het een. Dit is. Oh, Swas Mokki, Bam de Recht. Ons. Nelson Mandela. Barendrecht. Ons. Nelson Mandela. Barendrecht. Maar ik wou dus aan jullie demonstreren, nu ik hier eindelijk ben. En nou we de conclusie hebben gevonden wat. Hoe de gedrochten, naar aanleiding van de heksenvagina-sappen, hoe ze nou werkelijk zijn. Wil ik toch eventjes demonstreren hoe het is, zoals de geliefde hillbillies vroeger, de roestervariërs, dat deden. Want ze beklommen dit ding, a.k.a. zijn benen slash zijn penis. Wat ik dus ga doen, ik ga vanuit zijn been naar zijn derde been. En dat mogen jullie zien hoe ik dat ga doen. En het is interessant, weet je. Want ik sta hierop en ik voel al een soort van psychotische hillbilligheden door mijn aderen heen stromen. Ik weet niet, dat kan ik niet uitleggen. Wat liefde. Maar dus dat ga ik nu doen. Met een halve stomp in mijn bek. En wens me succes. Succes. Dan ga ik kijken hoe zijn penis voelt. Tot nu toe, best aangenaam. Ik kom nu achter heel veel gevoelens waar ik voorheen nog geen rekening mee had gehouden. Of er bewust van was. Best nice. Maar wat je er dus mee moet doen. Dit. Hey.
Wow. En na deze psychotische hillbillyse episode van Ori, terwijl hij terug de boom afkomt, dead. Whoa, sweat, smoky. Bam, bref. Is de blazen naar beneden? Tenminste, ik wil voor vragen, hè. Is de blazen naar beneden? Ja, is hè. Mof de kert is. Ildrecht. Extravagante, hè? Ja, volkenmoord. Ja. Nee. 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 Rooms. Auping. En nu dit. Een lapjakko en mik in het Evelpark. Hallo lieve kijkbuiskinderen. Hi, ik wil jullie een verhaal vertellen over Nisa. Paparel, Parelbroek. En die is niet heel oud geworden. Maar ze vonden het toch nodig om een eerbetoon in dit park achter te laten aan hem. Ondanks dat zijn voornaam klinkt als een meisje. Maar desalniettemin, hij heeft grote dingen gedaan voor dit park. Hij had een soort elektrische grasmaaier. Die hij continu gebruikte om zeg maar niet het gras te maaien, maar gewoon echt de bloemen en planten die hier neergezet zijn. En ja, eigenlijk was in eerste instantie niemand daar blij mee. Maar toen later kwam FC de Pelikaan, dat is een voetbalvereniging. En die vond het wel heel chill, want ja, planten op je voetbalveld, dat gaat niet. Dus ja, die gingen allemaal lopen voetballen. Ja, die vonden het wel relaxed. Toen hebben ze een ypezaad, dat is een type boom. Dat is het type boom wat jullie hier zien. Die hebben ze onder dwang, hebben ze die in zijn maag geïmplanteerd. Maar niet echt geïmplanteerd, ze hebben het er gewoon gegeven en hij at het op, want hij was ook niet zo heel slim. En toen hebben ze gewacht tot hij dood ging. Nou, dat duurde niet heel lang, want hij was zelfs te dom om zeg maar gras te maaien. Dus voor zichzelf zorgen, dat ging hem ook niet worden. En toen is hij 15 jaar geworden en op zijn 15e verjaardag, bam, hij viel gewoon neer. Hij probeerde in plaats van de kaarsjes uit te blazen, probeerde hij de kaarsen op te eten. Dat werd een gezwel, een skeel. En nou ja, dat ging allemaal, dat was een heel naar verhaal, heel smerig allemaal. Echt lang moeten dweilen voordat die vloer een beetje schoon was. En ze hebben zijn lijk gepakt, in de grond gelegd, bordje erbij en gewacht. En die ypezaad die in zijn maag zat, die hier zo uit zijn soort van intestine. En dat, ja, die boom die staat hier nou nog steeds. En dat was echt al wel een poosje geleden, want dat was in 2004. Het is nu 2022. En dat is flink gegroeid, weet je. Dus heeft hij toch nog wat gedaan. En je ziet, hij is inderdaad dood, weet je. Het is geen hij heeft niet zijn dood in scène gezet, want die planten die zijn niet nou allemaal. Weet je, in 2004 was het hier gewoon één kale vlakte met allemaal voetballers overal. Dus ja, nou ja, zo zie je. Dus tulpenloboom ook. Ik zei Iep, maar nou ja, ze hebben hem, blijkbaar is het een andere. Ik weet niet. Ik ben ook niet heel erg op de hoogte. Weet je, ga je me nou een beetje verantwoordelijk nemen voor het vertellen van deze verhalen? Waarom vraag je hem nu überhaupt? Tief op. Bam, 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 bam. Erik. Wat we hier zijn, die bobbels. Dat is het Zijnrechtse eerbetoon aan de gebroeders Kokkendorp. Kokkendorp, dat is... Ja, de gebroeders Kokkendorp was een Nederlands zwemteam van de periode 1930. En wat je hier ziet zijn eigenlijk de toppen van een hoofd. Want wat de gebroeders Kokkendorp deden is, dan begon de zwemwedstrijd, en dan doken ze in het water en dan bleven ze daar onder water.
ja, ze wonnen dus niet heel veel wedstrijden, maar dat was wel heel memorabel, omdat je zag daar mannen en hun hoofden. Soms deden ze ook nog dingen als een soort van schaakten ze. Soms namen ze een schaakbord mee in het water en schaakten ze onder water daar op hun plek terwijl de wedstrijd doorging. Ja, dat was een bijzonder sportteam. Ze hebben niet heel veel goud gewonnen, maar wel de harten van de mensen. Door hun aanwezigheid. En dit is hun eretoon of zijn dit ze gewoon? Is dit het team? Dit is het eerbetoon aan hun team. Okay. Net als de paashoofden gaat het onder de oppervlakte ook gewoon door. Je ziet alleen de toppen van hun hoofden, maar daaronder zitten gewoon de hele zandbellen. Fijn. Hoor ik daar een schip? Ik hoop jij wel, maar de camera niet. Ik zal kijken wat ik met het geluid kan doen. Ja, super kut. Kijk dan, scheet heb ik niet kunnen opmaken in het geluid. Dan, nu maar even een scheet van het vorige aparte film. De Heiplaat Chronicles, om toch een scheetje of twee te laten horen van Rob. Luister heel goed. Ik heet kleine scheetjes. Mooi, dan hier mijn vordering op een berg in Frankrijk. Op een berg in Frankrijk. Zoals de echte survivaler misschien wel gaat zien. Kijk, je komt nu hier, ik ben zo hoog, je komt nu hier het bos ineens uit, de betakking en wel, om hier ineens grasveld te vinden. Hier is nog wel een beetje blader, maar dan kom je hier uit en dit is het punt eigenlijk wat ik jullie heel graag wil laten zien, maar ik doe alsof ik hier voor het eerst ben. Oh. Oh, wat een ijle lucht. Oeh, ja. Eilen. Dan ga je van eilen, hè? Eile lucht. Ga je helemaal uil van. En dat is dan een van de dingen die je dan zegt. En helemaal. Dan ga je zo. Maar nee, ik heb stamina opgebouwd. Kijk, hout. Wordt alvast gekapt. Daarom heel veel bomen. Ze kappen hem niet helemaal. Het zijn. Er is over nagedacht. Ze kappen ze tot ergens daar. En dat bovenstuk is dan dood. Maar dat onderstuk kan uiteindelijk doorgroeien. Maar dan wordt het een struikboom. Zoals je in principe eigenlijk al bij deze unit al ziet. Dan komen er meerdere barks uit die stomp. En zodoende is het nog dichter begroeid hier zo. En dat is beter in ieder geval voor je houtkachel de komende jaren. Wow. Ja, hier kom je eruit. Tering dikke zon op je hoofd. Lekker koud pilsje erbij. Hè? En dan kom je hier. En dan kan je je bearings zien. Babylonie in de bearing. Babylonie in de bearing. Echte survival Joosten die zouden deze moeite hebben gedaan, die niet heel moeilijk was, om hier te komen en dan te kunnen zien. Oh ja, ja. Ik zie geen water. Ik weet nog niet waar ik heen wil. Of zo. Ik weet niet hoe echte survivalisten denken. Ik heb alleen Ned's Urban Survival Gids gekeken toen ik klein was. En ja, dat is toch anders. Dat is niet helemaal, helemaal super Job van de Hop, Top van de Henk. Even kijken, kan ik niet even die kant filmen of zo? Nee, daar ook geen water, hè? Ja, het is wel een dal. Nou, zullen we daar nou maar heen gaan? Heen? Ja, iemand woont daar ook. Dus als je gewoon tering lost bent, kan je ook gewoon daar aankloppen. Hey, mag ik een kopje koffie of thee? En dan krijg je dat misschien wel. Hier zijn mensen of zo aardig. Als je
Als je de taal niet kent en je zet een glimlach op en je zegt... Dan vinden ze dat niet erg. Geef ze je dingen. Paspoorten, alles. Deze keer heb ik Animal Support SWAT Teams. Emotional Animal Support SWAT Teams. Oh, hij is alweer verdwenen. Daar gaat hij. Hij kan jou leren. Nick, what the fuck? Waarom heb je je hond meegenomen? Ik heb hem meegenomen, want hij ruikt flitspalen. En dan kan ik me voorbereiden op wat voor bek ik wil trekken om op de foto te gaan. Het is een zoete jongen. Harig en wel. Ja, oké, gaan we verder? Toetsen, waar gaan we heen? Kies maar, kijkers. Ik weet niet of ik de monteerskills heb om te zeggen van... Hey, toets A voor daar. Toets B voor daar. Toets Triceratops voor daar. En ja, ik kan nog meer opnoemen. Maar ja, laat ik gewoon maar verder gaan. Dag, kijkers. Hallo mensen. Zoals jullie merken, ben ik gewoon geheel niet in deze aflevering geweest. Maar het slaat echt helemaal nergens op. Fuck man. Het enige wat ik heb gedaan is een scheet gelaten die niemand hoorde. Kan je niks mee. Kan je helemaal gewoon niks mee. Schamen jullie. Schamen jullie dat jullie nog niks hebben gezien verder van mij. Dus, hier bij mijn intro, I guess. Start maar mijn verhaal. ...2022. Het huidige jaar van de Heer, onze God. In dit jaar is het nog steeds zo dat de maatschappij onrealistische, onwerkelijke lichaamsstandaarden probeert aan te meten voor normale mensen zoals jij en ik. Lichaamsstandaarden zoals dit hier. Dit standbeeld. Zittend paar van koning. En koning die vindt dat mensen er zo uit moeten zien. Versmolten met elkaar samen. Zoals je ziet in een soort van H. Hendrik constructie, waarin zij eigenlijk ja, een perfecte haak kunnen vormen met hun lichaamsdelen. Het feit is, men kan dit niet. Dit is onwerkelijk om te vragen van mensen om er zo uit te zien. Ik heb niet dit soort borsten. Ik heb niet geen bilspleet. Ik heb niet een dun nekje wat even dik is als mijn hoofd. Dit is niet mogelijk. Dit is werkelijk walgelijk, maar mensen vallen hierop. Mensen willen dit. Mensen zien dit als een ideaalbeeld, hoe mensen eruit moeten zien. Ze vinden dit mooi, prachtig. En daarom vraag ik ook uw aandacht voor meisjes uit Oeganda, die allemaal chirurgie doorgaan om er zo uit te zien. De meisjes van de Nklingwe-stam, die moeten allemaal chirurgie ondergaan, zodat ze eruit zien zoals deze beeldjes. En dat doen ze ook, want hun ouders vinden hun anders niet mooi. Ze krijgen anders geen liefde. Ze mogen niet meer thuis wonen, ze mogen niet naar school. Niemand houdt van ze, omdat ze er anders niet zo uitzien. Ik vind het walgelijk. Het jaar 2022 is een zwart jaar, een donkere jaar voor ons allemaal. En dat is jammer. Komt ook door het WK. Komt ook door het WK. Vieze. Babylonian Berry.